Zometeen de aftrap van het 50-jarig jubileum van tafeltennisvereniging Taverbo. Het gaat zo beginnen. Jazeker. Omroep Dommeland Nieuwsflits. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoe lang ga je tafeltennis? 50 uur. Ja, maar jij? Ik ga een uur, om mee te beginnen. 50 uur tafeltennis. Ja, 50 uur tafeltennis voor ons 50 jaar jubileum. En dat willen we graag vieren door de zaal 50 uur open te houden. Dus 50 uur lang zal op deze tafel achter ons gespeeld worden. Mooi. En hoeveel mensen gaan eraan deelnemen aan het tafeltennissen 50 uur? Nou, dat zullen er zeker 75 tot 80 zijn in de loop van die 50 uur. Ja? Misschien wel meer, want er zijn nog een aantal plekken die nog ingevuld worden. Het is nu vrijdag, zondagmiddag? Zondag om 8 uur 's avonds zijn we klaar, ja. Loopt hier nou ook iemand rond van een medisch team of zo? Want het is best wel midden in de nacht tafeltennis. Ja, zeker. We hebben leden met een EHBO-diploma of met een medische achtergrond. Omroep Brabant, heb ik gehoord, komt ook? Ja, klopt. Die komen op de 16 in de ochtend. Die willen graag ook de nachtelijke spelers na hun nachtje interviewen. Leuk, dus als dit uitgezonden wordt, zijn ze net geweest waarschijnlijk. Ja, dat is het buske, hè. Kun je iets vertellen over de geschiedenis van Taverbo? Ja, wij zijn natuurlijk begonnen uiteindelijk in de Rots. Een vriendengroepje wat gewoon ging spelen. Als tafeltennisvereniging de Rots. Maar daar zijn we doorgevoerd naar de La Salle. En toen we in de La Salle zaten, hebben ze bedacht, we willen eigenlijk eigen honk bouwen. Dat is deze geworden. Ik ben lid sinds 1999 en sindsdien zitten we hier te zitten. Dus ja, prachtig mooie eigen honk, eigen zaal. Jubileum hebben we in 5 evenementen georganiseerd. Dat begint dus vandaag met 50 uur tafeltennis. In januari, 6 januari, hebben wij een veteranentoernooi met ook de oudleden. En 24 maart hebben we speciaal voor de jeugd een dag. Paul, u bent het langste lid, heb ik begrepen. Inderdaad, want ik heb dat in 74 met nog 4 enthousiastelingen hebben dat een beetje opgericht. In 74. Dus ik werd toen ook gekozen als eerste voorzitter. Dat heb ik dus 10 jaar gedaan. Dus ik ben 50 jaar lid van deze vereniging nou. En nog actief aan het tafeltennis? Actief kan ik niet meer in verband met mijn schouderblessure. Maar ik doe nog wel vrijwilligerswerk hier. Buiten, zowel buiten als binnen. Dus we doen wat we kunnen. We hebben de Nacht van de Rots ook nog op 25, 26 mei. Dan hebben we officieel ons jubileum. En dan gaan op de nacht een toernooi plaatsvinden.